Deze beschouwing die gaat over een statusrapport van Nederland. Hoe staan we ervoor? Gaat het goed? Wat kan er beter? <laughs> Verbeterpuntjes. Ik heb een mooie gehouden over de straf van Nederland is onze eigen schuld. Kan je ook wel even luisteren. Deze beschouwing, die haakt daar verder op in. Ja. Ik laat maar een beetje de gedachte komen, je kan dit prima afluisteren voordat je gaat slapen. Dus maak je maar een boekmarkje met uh, beschouwingen van Perry die ik kan luisteren voordat ik ga slapen. Dat is een beetje een lange titel voor een boekmarkmapje, maar... Moet je maar afkorten. De beschouwingen van Perry BVP. En dan een streepje Voor het slapen. Dus VHS. Ja. BVP, VHS. Ik hou het lekker rustig. Er komt weinig nieuws. Er, er is ook niet zoveel nieuws, moet ik zeggen. Oh, maar in de Gelderlanden staat uh, wel het een en ander, hoor. Ja, ik bedoel. In de Gelderlanden staat wel wat. Maar... De uh, Babylon. Uh, dat was dus. 5000 jaar geleden. De, de big time. Hè? Egypte ook. Het waren beide regio's. waarin. een kleine groep. dan heb je het over. 1% of zo die waren de baas over een um, ja, 99% en 99% die, daar well, waren slaafjes. Het is dus een beetje zoals ze die concentratiekampen uh, opzetten, dat joodse mensen ook aangesteld werden als toezichthouder op de kampen. Kapo, je iets. Dat is dus een gebruikje. Uh, je hebt die mensen die je wil onderdrukken. puur omdat. het is een, voor hun een, leven, een vorm van levensonderhoud. Hè? Voor hun levensonderhoud hebben ze dus uh, levende haven nodig. Uh, zoals wij uh, koeien nodig hebben en, en varkens en, en ja, schapen. Zo. En hun hebben dan mensen nodig. En die mensen die, ja, die, die geven ze dan mooie baantjes een deel daarvan. Hè? En die betalen ze goed. Ja, die mensen krijgen een goed salaris en in, verdienen in de regel dan misschien nog wel meer dan een gewone Nederlander. Hè? Dus die denken dat ze wel heel erg goed doen ofzo. En waar ze voor worden ingezet, is het onderdrukken van de rest van Nederland. Even, dat zal even op Nederland te betrekken dan. Hè? Dan werk je als bij de Belastingdienst bijvoorbeeld. En dat principe dat was al bekend in Babylon en in Egypte. Erden studies van gemaakt. Ja, dat is ook niet, niet gek, hè? Als je. Het houden van mensen, dus levende haven die je dan gebruikt. En dat moet dan naar nou mensen zijn om zelf in leven te blijven. Ja stel, je, je hebt dat besloten om dat te doen met koeien. Ja, dan ga je ook een hele studie maken van hoe je nou precies met koeien om moet gaan. En dat ga je dan je kinderen ook vertellen. van Als papa straks dood is, heb ik een handboek geschreven van het houden van koeien. En alles wat papa weet, staat in het grote boek. Dus uh, als papa straks weg is, dan kan je in het boek kijken hoe je het moet doen. met een, weet ik veel, een opstandige stier of zo. Nou, dat hebben ze ook gedaan met uh, de studie van hoe hou je mensen. En wij noemen dat slavernij. Als we dat. Uh, goed zouden beschouwen en kijk je naar Nederland, ja, Nederland is een slavenmaatschappij. Mensen werken heel hard en waarvoor? Ze zijn heel druk. Dat moet je, ja, ze, Nederlanders zijn niet per se productief, maar ze zijn heel erg druk. Druk met niks. Druk met. Ja, ik zou het echt niet weten. Van veel mensen denk ik: goh, wat doe je toch druk? Om niks. Hè? Ik was vandaag even bij een, een winkel en daar verkopen ze schuimrubber. En ik had even gevraagd: van kan ik ook twee kussens bestellen voor een bank? Ik heb zo'n bank hier. En en twee kussens zijn helemaal kapot gevreten door uh, ratjes. Ik heb hier ratjes in huis gehad voor mijn dochter, die liet ik loslopen. In het kader van ja, de opvoeding van mijn dochter en alles. En ik nam het risico. Ik heb dat bewust genomen. Ik denk: ja, kom op. Dat is maar een bank hoor. Ja, dan vroeg ik aan die vrouw van. Uh, ja, twee nieuwe kussens en die ongeveer zo groot. En, uh, en wat kost me dat? Inclusief. Uh, ja, dan moet je de schuimere hebben, moet je hebben. En dan moet er bekleding omheen. En. Uh, dan zei zo ze van ja. Nou, 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 nou zo, zo 120 euro heb je twee kussens. Kijk, die vrouw die werkt. Punt 1 is gewoon goed hoofdrekenen En punt 2 is ze levert daadwerkelijk iets wat ik nodig heb. Maar een belastingadviseur, wat doet die qua werk? Nou, Gooi maar in de pet. Hè. Ik zeg, vandaag kreeg ik een mail binnen, zo'n spammail, zo'n reclame. En het ging dan om payroll systems. En er was een dienstverlener, en die had dan allerlei verschillende payroll systemen bestudeerd. En die adviseerde dan welk payroll system je dan als onderneming het beste kon gebruiken. En dan moet je even reageren via deze link. En een payroll system is niets meer dan een loonadministratie. Dus uh, ik heb jarenlang gewerkt in de automatisering en het is gevoeglijk bekend dat het voeren van een loonadministratie. Uh, het, nou, dat is voeren voer voor uh, wiskundigen. Als je dat wil automatiseren, man, zo dat ik net al. Uh. Want ze belasten die lonen op een manier, joh, dat. dat... En ieder jaar zo'n beetje nieuwe regels en toestanden. Hè? Die sukkels in Den Haag, die gaan allemaal maar, akko allemaal maar akkoord. En dan komt er weer een nieuwe dingetje. Nou nee, maar als iemand lalalala heeft, nou, dan krijgt hij daar een plusje op. En dan zoveel punten. En dan moet je dat verrekenen via die schijf. Eh, word je helemaal gek van. En dus wat creëert dat? Dat creëert specialistische bedrijven. die zich alleen maar richten op loonadministratie. En die moet je dan inhuren. Maar ja, dan krijg je weer het probleem. wie is dan de beste? Wat past bij jouw business? En, ja. en dat creëert dan weer het probleem. van wie gaat bepalen wie de beste is? En daar duikt dan weer een bedrijf in. Ja, uh, als ik het even mag invullen. Er moet in een samenleving belasting worden gegeven. Dat doe je aan de ene kant door gebruik van voorzieningen te belasten. Dus wegenbelasting is daar een goed voorbeeld van. Een transportbedrijf met allemaal van die hele zware vrachtwagens... Ja, die dient veel meer wegenbelasting te betalen dan tante Jo... Die je elke week even heen en weer moet naar Heer Hugo Waard. voor de mantelzorg van Tante Mien. En die rijdt dan met iets vergelijkbaars. met een Toyota Jaris of een Renault Clio. En je hebt belastingen die moeten geïnd worden. niet zozeer voor het gebruik van middelen. maar die moeten geïnd worden van. Activiteiten, daar komt hij, activiteiten waaraan geld verdiend wordt. Dus als er geld verdiend wordt in een land, op een bepaalde ja, plek, zeg maar, er wordt heel veel verdiend, ja, daar waar heel veel verdiend wordt, daar moet, moet geroomd worden. En dat is eerlijk, want als er in een regio, een, een land in dit geval, een onderneming is, een activiteit is. die veel geld oplevert, ja. dan heeft dat te maken met de locatie van die onderneming. Ja? Dus mag je van die onderneming verwachten. van ja, je, je zit hier lekker heel veel geld te verdienen. en die regio. waarin jij zo'n fijne business op kan starten. die regio heeft zonder meer geld nodig. En heb jij een business die niet of nauwelijks wat opbrengt... Nou, dan hoef je ook niet zoveel te betalen. Maar heb jij een regio... sorry, heb jij een, een business... die echt lekker aan het scoren is... Ja, dan mag je gaan afdragen. En dat doe je... aan de ondernemingen. Aan de activiteit. Dus de activiteit... die waarde toevoegt... dat, dat doet een activiteit. een activiteit die geld verdient... die krijgt dat geld... voor de toegevoegde waarde... Dus even een lesje economie, hè? Nou, dat is een waardetoevoegingsbedrijf. Nou, neem die vrouw, die, uh, ja, die heeft dan als basisproduct uh, dat schuimrubber. En ze heeft dan van die rollen. Die zag ik daar dus ook. Uh, hele brede rollen met uh, van het meubelenstofdingens. Nou, en dan doet zij dus aan die toevoeging door daar een kussen van te maken voor mij. En daar verdient ze dan aan. Nou, dan mag zij dus voor die business die zij draait. Ja, dan mag ze mooi belasting gaan betalen, wat mij betreft. Lijkt mij niet meer dan reëel. Die business, hè? Nou, dan heb je dan bijvoorbeeld een farmaceut. die uh, zit een beetje lekker pillen te verkopen aan half Nederland. Uh, die heeft ook een business en die verdient uh, klauwen met geld. Ja, maar die mag even gaan afdragen. Dus bedrijven betalen belasting. En die belasting is zo simpel als dat je belasting betaalt over de omzet die je draait, vermindert met de kosten die je hebt gemaakt. Waarbij de kosten die je maakt, voor zover het gaat om exorbitante salarissen aan uh, personen, ja, die kosten die tellen we niet mee. Huh? Dus een directeur die zichzelf eventjes 10 miljoen per maand gaat uitkeren. En dan zegt: Nou, mijn bedrijf maakt helemaal geen winst hoor. Nee, meneer de directeur gaat elke maand met 10 miljoen euro naar huis. Dat pikken we dus niet. Dan gaat er over die 10 miljoen euro, dan gaat er belastinggever worden. En dan niets aan de directeur zelf, nee, aan de onderneming. Wat we niet willen, is dat burgers uh, belasting gaan betalen. Anders dan gebruiksbelasting. Dus een burger betaalt belasting voor ja, vastrechtbelasting voor zijn elektra. En, nou, ik betaal ook belasting voor mijn internet. Er zit ook een vast bedrag in. En, eh, dat mag allemaal wel. Dat is voor je gebruiksbelasting. Maar voor de rest de ondernemingen. Ja. Die moeten belasting betalen. Zo moet je het doen. En dan stop je dus met al die dingen die ze nu hebben. En dan hebben die mensen die dus payroll systems maken. Waarbij het erom gaat dat dus de individuele, individuele burger die wordt dus belast. En dat moet helemaal, helemaal uitgedingest worden. Nou, moet dat, ja, het komt alleen maar door die idiote regels dat die bedrijven een reden van bestaan hebben. En ga je die regels vereenvoudigen... wat helemaal niet in hoeft te houden dat de overheid dan geen geld meer krijgt... alleen de wijze waarop ze het krijgen... Hier is zo simpel dat je die ingewikkelde systemen niet nodig hebt. En de overheid krijgt net zoveel geld binnen. Alhoewel ik er een voorstander van ben... dat de hoeveelheid geld die naar de overheid vloeit... dat we dat toch met een factor 2 gaan verminderen... Maar daar heb ik het een andere keer wel over. Maar goed, zover zijn we dus nu niet. En Ja, dan zijn er dus mensen hier in Nederland ongelooflijk druk met die payroll systems bezig. Om de mat wat te noemen. En dat moet allemaal ingevoerd worden. En dan En ze zijn allemaal heel erg. Druk, druk. Druk, 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 druk. Met niks. Dat is het slavenbestaan wat we hier hebben. En dan terug naar die geschiedenis van Nederland. Kijk, in het noorden van Europa is er een opstand geweest tegen Babylon. Een opstand die goed loskwam met Maarten Luther. En dat greep om zich heen, met name in het noorden van Duitsland. In het noorden van Nederland, wat we dan noemen boven de rivieren. En in Engeland. En vanuit Duitsland, Nederland en Engeland zijn wij uh, met grote getalen vertrokken naar het noorden van Amerika. En daar lekker aan de slag gegaan. En daar hebben we helemaal geen Indianen vermoord, wat iedereen zegt. Wa, dan gingen die volgelingen van Luther naar Amerika en daar gingen ze al die mensen die er al heel lang woonden, die werden toen afgeslacht. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is echt niet waar. En we zijn ook uh, verkast naar Zuid-Afrika. Ja, daar hebben we uh, de luterianen en zo en uh, de Calvinisten, die hebben negers afgeslacht. Nee, dat is helemaal niet waar. Lees je geschiedenis. Ja, en die, dat, dat protest wat we hadden tegen Babylon, Rome... Ja, dat protest, dat is, dat is de kop ingedrukt. En dan niet openlijk, met een openlijke oorlog. Nee, het is van binnenuit. Het protest is overgenomen. Dus de oppositie tegen Babylon, die werd... Die is verbouwd tot een namaak-oppositie. Een oppositie die geen kwaad kan. Dat is ook een truc, hè. Als jij als boer... heb je last van een of andere beestje. Een insect. En... Die, uh ja, van die basis dan, het grote probleem bij die basis is, dat als je de tien hebt en die vreten lekker aan jouw gewassen, dat je dan een generatie later heb je van die basis heb je de tienduizend. En als je dan weer niks doet, dan heb je van die basis, heb je een generatie later heb je er tien uh, miljoen. Zo. Dat gaat heel hard, hè? Dat gaat om met exponentieel groeit dat. Dus per generatie, met die, zeker met die insecten, heb je er duizend bij hè? Een factor duizend erbij is. Dus keer, keer duizend, keer duizend, keer duizend, keer duizend. En denge, denge, ding. ding, ding. Nou, en dan kan je dat uh, openlijk gaan bestrijden met uh, insecticiden. Waar het probleem is, dan, uh, uh, daar ontwikkelt zich dan makkelijk een resistentie tegen. Dus daar word je niet echt blij van. Want als je dan een resistente kolonie van die basis hebt. Ja, wat ga je er dan op spuiten? Moet je weer wat nieuws gaan verzinnen. En een hele slimme is om juist die basis waar je het over hebt. Waar je dus last van hebt. Om die uit te gaan zetten. Dan ga je denken van, wat? Ja, dus je hebt last van, noem het maar de gele dwergvlieg ofzo. De blauwe sluipvest, Nee, niet een sluipvest, want heb je, die zijn juist gunstig, Maar noem eens wat: het, uh, het donkergrijze aaltje of zo. En dan ga je juist dat soort beestjes, die ga je uitzetten in je gewassen. Eén klein trucje haal je ermee uit. En dat is dat je ervoor zorgt dat ze allemaal steriel zijn. Dat is de truc. Het werkt niet. Ik weet niet of ze dat nog heel veel toepassen. Maar het is een manier om van je bezies af te komen. Of om je bezies uh, onder, onder, onder de duim te houden. Want die steriele mannetjes. Het ging volgens mij met name om mannetjes. Ja, die gaan dus vechten met die vruchtbare mannetjes. Om de beschikbare vrouwtjes. En als je nou heel veel van die steriele mannetjes uh, loslaat. Die gaan allemaal die vrouwtjes lopen claimen. Hé, hey, rot op jij, ja, Dat is mijn vrouwtje. Hoor. En die gaan zich helemaal wild op die vrouwtjes. En die vrouwtjes gaan lekker, ah ja, ik word gepakt door het allersterkste mannetje. Ja, maar dat mannetje is steriel. Hm? Dus dan druk je die vruchtbare mannetjes eruit met steriele mannetjes. Ik heb ervan gelezen hoor, in de, de biolandbouw of zo. Een of ja, ik heb het school gezet hè. Ik, dit is een van de methodes die ze gebruiken. En die andere is ook: dat werkt ongeveer hetzelfde. Dat weet ik uit de katoenverbouwingstoestanden. Dat je dan: de katoen is ook heel gevoelig hè, voor beestjes. En dan heb je allemaal percelen. En die ga je lekker insecticiden gaan je er allemaal wild op. En dan één perceel, daar doe je niks mee. Die ga je niet besproeien. En daar krijg je dan basis. die zijn dan niet resistent. Ja, dat? Die, worden dus, die hoeven niet resistent te worden, want dat, dat is zo'n heel, heel perceel met katoen, offer je op. En dan gaat dus de, die katoen vliegen of die katoen uh, dingen meijt of zo. Hè? die gaat daar wel lekker, oh, die is de hemel op aarde. Ja. En dan vanuit dat ene perceel komen dus die niet-resistante mijten, Dat we zeggen dat het mijten zijn, hè. Die, die, die kruipen lekker door, die denken, oh, die is een geweldig bestaan. En die gaan dan naar die percelen toe die besproeid worden. En drukken daar de resistente mijten eruit. Hè? Door daar de lekkere wijfies te pakken of whatever. hè. Ja, en dan komt het sproeivliegtuig en woes. <laughs> dat is de truc. Ik heb dat een keer op tv gezien, dat er een, een adviseur was. die van, van de ene katoenplantage naar de andere trok. en per plantage dus een, een planbouw op, opzetten. Van nou, wat je niet moet doen, is dat je alles gaat besproeien. want ja, dan krijg je een resistente ertussen en dan ben je de bok. En je moet dus een deel van je land, daar ga je net zo goede platoen, uh, kat, katoen op planten als met die anderen. En ja, hij had er dan verstand van welke stukken je op moest geven. Om een, ja, over het grote geheel de grootst mogelijke opbrengst te hebben. Dus dan heb je als het ware uh, de oppositie uh, tegen het, in dit geval het katholicisme... Uh, die kan je onder dwang houden door het niet openlijk over de hele linie te onderdrukken, maar juist om het her en der toe te staan, maar dan wel gecontroleerd. Het beheerst. Het, beheer, het beheersen van de oppositie. Daar zijn ze een ster in. Man. En dat is gebeurd. Sneer, Het is een, uh, ja, een welbekend feit. En kijk je dus naar ons, nou specifiek naar Nederland, kijk die oppositie hier die. Die opstand tegen die Babylonische overheersing die werd geleid door Willem de Zwijger, de vader des Vaderlands. Die leidde die opstand. En daarna kwam de 80-jarige oorlog van Rome, Babylon, tegen ons. En nu. Ja. De, we hebben dus die koning Willem-Alexander. Nou, waarom heet hij Willem? Ja, ze <laughs> is vernoemd naar uh, Willem van Oranje. Wilhelmus van Oranje. Maar dat is hij al lang niet meer. Uh, ja. Willem de Zwijger was een Lutheriaan. En je gaat mij niet vertellen dat uh, koning Willem-Alexander uh, met zijn Maxima, dat dat uh, nog maar iets te maken heeft met uh, Maarten Luther. Met waar, Martin Luther, waar het Maarten Luther om ging. Uh, namelijk dat die Babylonische overheersing, uh, dat dat contra staat op wat er in de Bijbel staat. Ja, ik laat even een pauze vallen. Dat was voor Ma Maarten Luther was dat zo klaar als een klontje. Dat is het voor iedere Lutheriaan. Het Protestantisme had Babylon herkend als de antichrist van de Bijbel, de historische, bijbelse en geprofeteerde antichrist. Maar waar wordt dat nog gedoseerd hier in Nederland? In het boek Daniel, het boek wat veel te maken heeft met Babylon. Het woord Babylon komt in de Bijbel al honderden keren voor. Hè? Het is het enige boek, het enige historische boek met een, met een enigszins diepgang, waarin Babylon wordt genoemd. Door in de Upanishads, de Upanishads van de, is een deel van de Veda's, dat zijn geen domme boeken, daar staat wel degelijk wat zinvols in. Maar er wordt met geen woord gerept over Babylon. Dat zegt die mensen daar ook helemaal niks, die, die weten er helemaal niks van. Babylon, wat is het dan? Voor hun is het, als je dan uitlegt, is het, oh ja, dat is iets typisch Europees. Ja, is het ook. En Europa, ja, Europa is natuurlijk wel het continent. Alles een beetje op deze wereld, dat heeft zijn, zijn bakermat in Europa, hoor. Die de, neemt zoiets als de computer... Ja, mijn computer, dat is toch uh, Amerika met Silicon Valley? Dat is toch Amerika, Perry? Ja, maar dat is niet door de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Die, die hebben Silicon Valley uh, niet opgericht. Niet de oorspronkelijke bewoners. Dat waren de nazaten, de nakomelingen van de, de wasps... De white Anglo-Saxon Protestants. En die protestbeweging tegen Babylon. Die hebben de computer de wereld ingeslingerd. Alsjeblieft, dank u wel. En ja, zo zit het, dat is uh, geen geintje. Dus wij hebben echt iets om trots op te zijn. En we hebben dat boek, hè? Onze Bijbel, waarin van alles staat over Babylon. En als je weet hoe je dat hoe je profetieën moet lezen, goed begrijpen dat, dat mensen als Daniel en, en die man van Johannes, toch? Die het boek Openbaring heeft geschreven. Hè? Dat zijn profetische boeken. En het profetische taalgebruik, dat, ja, dat, dat moet je even kunnen lezen. Maar dat wordt in principe goed uitgelegd. Op het internet kan je dat, tegenwoordig op het internet natuurlijk, kan je dat dan vinden... En dan weet je dat de, de Rooms-Katholieke Kerk, de Romeins universele Kerk, dat dat Babylon is. En Amerika is het, wat is het weer? Het tweede beest dat het eerste beest de wereld in prijst ofzo. De hemel in prijst, moet ik zeggen. Het gaat over het beest van het land en het beest van de zee ofzo. De first beast en de second beast. En Amerika is een beest. Hè? Dat mag jou toch duidelijk zijn. Amerika heeft 900 legerbasissen over de hele aarde. Legerbasissen buiten de eigen landsgrenzen. Als je dat niet in de gaten hebt dat Amerika een beest is. dan ben je dom. Waarom heeft Amerika een legerbasis meerdere in Duitsland? Wa waarom? En waarom heeft Amerika ondervragingscentra in Polen? Waarom heeft Amerika uh, een gevangenkamp in uh, Guantanamo Bay? Bij Cuba. Cuba. Mijn Spaans is niet zo goed de laatste tijd. Maar Cuba. Met die hoofdstad en die heet Habana. <laughs> we zeggen toch Havana. Ja. Habana. En wat, wat doet Amerika daar? Wat, waarom hebben ze daar een legerbasis? Dat nee? nou, is het beest. Dat is het beest uit het boek Dat is profetisch voorspeld. En die historische kennis, die is hier niet in Nederland. Ja, die was er ooit wel. Ja, toen Willem de Zwijger uh, er was, ja, in die tijd was het algemeen bekend. En waren wij dus ook heel erg gemotiveerd om die Spanjolen eruit te trimmen? Want je moet geen bondgenootschap aangaan met de machten der duisternis. Je moet ze niet toestaan, je moet ze niet binnen laten komen. Als je weet waar ze zitten, dan trim ze eruit. En nu zingen wij van de Wilhelmus van Nassau. Ben ik van Duitse bloed. De Vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood. En dan gaan we ook nog zingen. En de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. De koning van Spanje, dat was een meeloper van de paus. Hoezo heeft Willem de Zwijger die geëerd? Tuurlijk niet. Dat is die korte versie hè, van het uh, Wilhelmus, dat eindigt toch met De koning van Spanje heb ik altijd geëerd En dan uh, gaat het zo voetballen beginnen ja. Ga er maar eens op letten maar daar klopt helemaal niks van. Het is dus, dus ons slaven. We, ja. is dus gewoon ons slavenvolkje. wat het nog eventjes. Uh, de slavendrijver. Uh, een pluim in de reet steekt. Voordat we gaan voetballen tegen. tegen wie? Tegen Duitsland of zo. Ja, het is me wat. Het is niet leuk natuurlijk. Hè? Maar het is me wel wat. En best bijzonder. Toch? Best bijzonder dat we dat allemaal hebben meegemaakt. En... Ja, en dat historische besef wat er dus nu uh, uh, ver, ver, ver te zoeken is. Ja, dat wil niet zeggen dat het zo ver te zoeken blijft, natuurlijk. Hè? Staat iedereen vrij om deze beschouwing van mij om die te delen op YouTube. Ik heb nu ik heb laatst heb ik een, een beschouwing gehouden over, over seks, de waarde van seks. Ja, en dan heb ik gewoon binnen een dag 40 kijkeraars. Ja, dan wel. Als ik seks in de titel doe, Dat vind ik ook niet erg, daar moet ik ook wel om lachen. Maar het is aan jullie om... Ja, niet, niet van mij, want ik, ik heb helemaal geen advertentieinkomsten of zo, dat doe ik helemaal niet. Maar er mag wel een kijkraadje bij komen. En de groei is exponentieel hè? Als, als je dit goed aanpast, als je het publiek dit goed oppakt. Ja, en iemand gaat dat zeg maar tien keer sharen. En iedere sharer die gaat dat ook tien keer sharen. En dan heb je dus tien keer tien. Dan heb je, je honderd shares. Niet twintig, maar honderd. Dat heet exponentiële groei. En het historische besef dat mag komen hoor. En ook he, dat mensen opnieuw die Bijbel ter hand gaan nemen. En de Bijbel weer gaan beschouwen als de handleiding. Voor het bestaan. En dat we nog een keer gaan begrijpen dat Exodus 20... Uh, ik pak hem er maar even bij. Wat zo leuk. Ik heb een Statenvertaling. <laughs> uh, 1637. En dan een uh, nieuw vers uh, gedrukt. Ik ga even een microfoon bijstellen. Dat geeft een beetje raar geluid. Dan kan ik uh, praten en lezen tegelijkertijd. Exodus 20. Een Exodus betekent uh, ja, ex. Een, een reis, het vertrekken. uittocht kan je ook zeggen. Exodus 20 van het boek De Uittochten. Nou, en er staat hier Toen sprak God al deze woorden zeggende Dubbele punt Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar het diensthuis is dus dat is een plek voor de, de, de diender. Het is geen plek voor de heerser. Hè? Dus je kan ook zeggen dat hier staat: uh, ik ben de Heere uw God die u uit slavernij heeft geleid. Die u verlost heeft van de slavernij. De, de Bijbel is het boek wat jou vertelt hoe jij en je vrouw en je kinderen vrij zullen zijn. Het recept daarvoor. Staat in de Bijbel. Het enige recept dat er is. En als ik wist dat er nog een recept was, zou ik het echt tegen je vertellen. Want ik heb geen aandeel in het verkopen van Bijbels door boekhandel, de fakkel of zo. Ik verdien er helemaal niks aan. Maar het zou wel fijn zijn als het aantal verkochte uh, uh, Bijbels zoals deze van 14,50 euro. Wat is nou 14,50 euro? Ja, mijn dochter heeft maar die kan Engels. Die heeft, heb, ik, heb ik een King James gegeven. Die kost 8,95 euro. Ik zou even die King James even voorlezen. Dat is toch ook wel interessant. Dat je het verschil even hoort. King James. Wacht even. Typfoutje. King James. Bijbel online. Exodus. Tweede boek van de Bijbel. Exodus 20. En dan Go. Thunderbirds are Go. En hier: In God spake all these words, saying, I, the Lord, thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Nou, dit vind ik nog bondiger uh, geformuleerd. Ja, bondage, dat is uh, bondage. Het is ook een, uh, noem het maar, <laughs> een kunstvorm of zo. Of van, ja, met seks heb je het ook. BDSM. Dus bondage, domination, sedo en sedo sadism en masochism. Bondage. Dat is, uh, ja vastgebonden zijn. The house of bondage. En in de Statenvertaling staat er dan uh, het diensthuis. Ja, dit is de receptuur om verlost te raken van de slavernij. Geloof me nou maar. En als jij denkt van ja, maar de Bijbel is zoals een oud boek, man. En, 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 ja, ik, ik, ik lees liever moderne boeken. Maar wat voor modern boek dan? Vijftal Tintin Grijs, homo. Vijftal Tintin Grijs, ongelooflijk. Nou, dat mag ik dat best zeggen? Dat gewoon een kutboek. Door Lonneke, zijn kennis streepvriendin of zo van mij. Die is een hele leven heavy into seks geweest. En... en die zei dus op een dag tegen mij. <laughs> In die tijd dronk ik nog. Het was trouwens... Nee, daar heb ik gewoon een hele leuke herinneringen aan. Ik zit hier niks te doen. En dat was in die tijd dat ik echt stevig aan de suip was. Hè? En dan belde Lonnek op. Ja. Yeah. En dan zat ze bij zo'n vent. Inmiddels is die man overleden. En zij was dan zijn sekspartner of zo. Maar ze had mannen bij de vleet, hoor. Ze deed echt met Jan en alle mannen. Maar ook met hem. En hij vond het dan wel leuk. En een beetje een moeilijke relatie tussen die twee. Maar goed, ze zat bij hem in huis voor een paar dagen dan. Ja, ik zit bij hem. Heb je zin om langs te komen? Als je zin hebt om langs te komen, dan ga ik dan komen. Dan ga ik naar de supermarkt. En dan, uh, dan haal ik een liter rum, of zo had ze dat over. Dan gaan we rum drinken? Oh, oh, lekker, gezellig, leuk. Dat was smiddags, een uurtje of één. Maar rum, dat is toch. Dat uh, ja, kun je ook smiddags drinken hoor. Dat is best meisje. En misschien dat zei ik dan wel iets, ja, kan jij dan even wiet meenemen of zo? En dan betaal ik je dan wel voor die wiet. En dat moet ik Lonneke nageven hoor, dat is niet iemand die op jou gaat lopen paffen of zo. Hè? Dus ik dan uh, lekker veel wiet gehaald, ook wat voor mezelf gehaald. En uh, zij dan nog die rum gehaald. En... Ik lekker bij haar in het huis van die kerel. En die kerel was aan het werk. En tussen mij en Lonneke is helemaal niks seksueels of zo. Ik vind het leuk al die verhalen die ze heeft en gewoon uh, met de geinnen. Wij lekker uh, tanken. En zij dan het boek van 25 Zij zei ze tegen mij, we hadden er al een paar op. Zij ze tegen mij van oh, uh, lees je even voor. Jij kan ze goed voorlezen. Ik dacht, nou dat is goed. Ik kom erop met het boek. Dus ik 25 grijs. Nou, ik kwam dus uh, over de helft van de eerste pagina heen. En toen zei ik tegen Lonneke nou, nah, kom op, deze bakker. Dit, dit, nee, sorry. Dit is niet voor te lezen. En zei zo, ah, wat je, kom op, eh, nog een glas rum erin. <laughs> lees nou voor. Je kan ze goed voorlezen. Kom op, lees nou door. Ik zo, oké, okay, dan klatsen rum erin. Dan haalt je van mijn wietje. wel mijn sterkjes boven mijn hoofd. Nou, dan ben ik op anderhalve pagina gekomen. toen heb ik tegen haar gezegd: nee, nou is het klaar. Nee, sorry. De, dit, dit lees ik echt niet voor. tinten is ongelooflijk slecht geschreven. Dat kan je niet maken, man. Kom op. Je hebt het boek Histoire Do? Het verhaal van O, door Pauline Reage. Nou, dat is nog wel aardig geschreven, vind ik. Dat, dat zit dan eh, qua lettertjes achter elkaar, er zit wel een bepaalde opbouw in. En... Het is ook een boek wat nergens over gaat, trouwens. Er zijn ook mensen die van dat boek dan zeggen van, nou, ik kan me niet voorstellen dat dat geschreven is door een vrouw. <hacht> nou, ik wel. Zo'n boek is juist geschreven door een vrouw. Vrouwen kunnen niet zoveel meer hoor, dan boeken schrijven met uh, seks... Uh, uh, ja, ja, met, 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 hinten op seks, of dat het vagelijk gaat over seks, of dat het in dit geval dan alleen maar gaat over seks. Dit is een, een boek geschreven door Marion Bloem, dacht ik. En dat heet dan Mijn verre reizen of zo. Dus een, uh, een, soort, ja, een reisroman. Ja, en wat gaat het over? Nou, ze ging naar Kashmir of zo en dan ging ze seks hebben met een, uh, een Kashmiriaan. En toen ging ze doorreizen naar Bangladesh en toen is ze de koffer ingedrokken met een Bangladeshiaan, en ga ze maar door. Ik wil maar zeggen, die boeken van tegenwoordig, welk boek is nou fatsoenlijk? 25 grijs, echt niet hoor. Nee, dat haalt niet het niveau van zoiets als de Bijbel, echt niet. En de Opanishads van, uh, van de Veda's, dat heeft een behoorlijke kwaliteit. En er staat niks in over Babylon, dus dat zegt weinig over de Europese geschiedenis. En de Bijbel zegt wel alles over Babylon. Dus nou, heb je als Europeaan heb je daar wat aan. En in de Bijbel staat dan ook, nou, dit is de remedie tegen slavernij. Want wij hebben de slavernij meegemaakt hier in Europa, zoals geen enkel andere regio, snap je. En vanuit Europa dus hij is Azië onderworpen. Maar dat is vanuit Europa gebeurd. Zo Mao, Mao hè, van, van China, die vent. Die gozer die werd vanuit Europa aangestuurd. Weten die lui dan ook niet? Kijk, zo zal het in mijn kerk. Dus het is belangrijk dat wij de Bijbel gaan. Uh, Gaan begrijpen. Daar de tijd voor gaan nemen. En geloof me, je hoeft helemaal niet naar kerken toe te stappen. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat je helemaal niet zoveel tijd kosten. Maar je gaat, dat is de opdracht, je gaat stijl achterovervallen van de inhoud van de Bijbel. En je gaat jezelf voor je kop slaan. En ik denk: je van, waarom heb ik dit niet eerder. Uh zo ervaren. Genesis 1, vers 1. Ik heb op mijn kanaal... dan moet je even de moeite nemen. Genesis 1, vers 1. Daar heb ik denk ik wel een uur aan besteed hoor. Alleen dat al. Dat je die goed begrijpt. In den beginnen schiep God hemel en aarde. Hoeveel woorden zijn het? Nou, er zijn niet veel woorden. En wat kan daar nou staan? Het is niet zo dat er iemand was met een YouTube-camera die heeft gezegd, nou, ik, ik heb gezien wie het gedaan heeft, dat was God. Ja, daar heb ik hier het bewijs van. Daar was ik bij, hoor. Ja, dat weten jullie niet, maar ik was erbij. En daar heb ik wel gezien en daar heb ik hier het bewijs van. Ik heb een film gemaakt, dat God, het, die maakt hemel en aarde. Nee, natuurlijk niet. Maar wat staat er dan wel? Wat kan daar nou staan? Wat kan Mozes daar nou mee bedoeld hebben? Ja, of je zegt. Mozes was een mollotus. Dat kan je ook zeggen. En dan had de hele Bijbel woppa, bij het oud papier. En slavernij, it will be. Want dan doe je dus je handleiding. tegen de slavernij. die zet je bij het oud papier. En laten we dat nou niet doen. Laten we er nou eens van uitgaan. dat Mozes. dat die het ergens over had. Ja, maar waar had hij het dan over? Nou, en ik neem je aan de hand. Johannes 1, vers 1. Ik neem je aan de hand. Ik heb er een uitzending over gemaakt. Over Johannes 1, vers 1. Alleen maar, of niet alleen maar daarover, maar ook over Johannes 1, vers 1 en Genesis 1. Vers 1. Joh. God is het woord, daar komt het op neer. Dus in den beginnen schiep het woord hemel en aarde. Het begon allemaal met het woord. Dus de vraag, uh, om het maar gelijk de, de koe bij de horens te nemen: mensen zeggen, ja, en, uh, en, uh, ja volgens mij bestaat God niet. Ja, die mensen zeggen dan, oh, nou, volgens mij bestaat het woord niet. Huh. Maar terwijl ze dat zeggen, waar bedienen zij zich dan van? Ze bedienen zich van het woord om te vertellen dat het woord niet bestaat. Ja. ja wie is er hier nou op zijn achterhoofd gevallen? Ik of de groenteboer? Ja, dan maakt er iemand een denkfout. Iemand die zegt dat God niet bestaat, die maakt een denkfout. Dat is het enige wat je zeker weet. En wat is de denkfout dan? Want God is het woord. En God wordt ook gelijkgesteld met Logos. En Logos betekent het woord. Johannes 1. Vers 1, In het beginnen was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Het woord was God. En de rest van Johannes, lees het ook maar. Het vierde evangelie. Begrijp wat de voorvaderen hebben opgeschreven in wat wel heet. de handleiding van het leven in het algemeen. en ter voorkoming van slavernij. Zo kan je de Bijbel noemen. De handleiding voor het leven in het algemeen. En ter voorkoming. En de handleiding ter voorkoming van slavernij. Dat is de Bijbel. En mensen die de Bijbel niet lezen en dan vervolgens gaan lopen klagen over dat ze al gelezen hebben en dan ook wel geloven dat Perry Winkel dat ook wel opgevangen heeft. Dat de BTW binnenkort een 23% gaat. Dan gaat het dus weer 10% bovenop van de BTW. Dan stijgen de inkomsten van de overheid met 10%. Hè? Ja. ja, daar kan je wel over gaan lopen janken. Maar als jij dat handboek van het leven in het algemeen en ter bestrijding van de slavernij terzijde geschoven hebt, wat zal je dan zeuren? Je vroeg het toch om? Er is zo'n grappige scène in een van die stripboeken van Asterix en Obelix. Obelix. Dat ze dan op zo'n schip dat er iemand is en die vraagt dan aan degene met de zweep van... kan je me even een beetje afranselen, want ik voel me een beetje zwakjes. Ja, ik zeg het maar zoals we ervoor staan. Hè? Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En wat is er nou uh, verschrikkelijk aan het feit dat de basiskennis die jij tot je moet nemen. Dat die past in één ding wat je handzaam mee kan nemen. Namelijk een Bijbel. Door die King James, uh, die ik aan mijn dochter heb gegeven. Er zit keurige leren, nou niet leren. Maar een mooi slap kafje zit eromheen. Dus het houdt lekker in de hand en. Ja, Jurk Liesman zegt dan: Ja, ik vind die wel uh, een beetje kleine fictie. Ik hou liever van die grote ficties. Nou ja, ik hoef dat niet per se. We je een lekker handzaam boekje. Neem je mee. kan je zo uh, in de trein kan je een stukje uitlezen hoor. En in die King James die ik mijn dochter gaf, er zit zelfs een leeswijzer bij. Echt een beginnersbijbel. Uh, met hoe je dan uh, ongeveer in een jaar tijd uh, dat je ja, alle uithoeken van de Bijbel hebt gezien, alle, uh, uh, dan heb je echt een, een heel groot deel van de Bijbel ben je dan doorheen gefietst. Want de Bijbel, uh, om je even uit te leggen, uh, de, als je begint bij Genesis, je gaat maar lezen, je gaat maar lezen en je gaat maar lezen. Ja, ik denk dat je uh, halverwege numerie, dat je denkt van, wauw, wat een saaie boel. Ik denk, nou heb ik het dicht gehad, hoor. En dan verslap je aandacht. En ja, tegen de tijd dat je dan weer bij leuke dingen komt. dan vallen die niet meer op. Snap je? Dus wat je moet doen bij de Bijbel is. je moet er doorheen wippen. springen. Dus je pakt een leuk stukje uit Genesis. en dan pak je een leuk stukje uit Matthäus. en dan pak je weer een geinig stukje uit Hosea. Maar dat is allemaal voor je uitgedokterd. in die versie van de King James. die ik mijn dochter heb gegeven. En als je dat dan moet je een jaar lang volhouden. En dan moet je s'morgens vroeg moet je wat lezen. En s'avonds, als je gaat slapen, moet je wat lezen. En dat hou je een jaar lang vol. Dat kost je twee keer tien minuten per dag. ga mij niet vertellen dat je die tijd niet hebt. Want voor de rest hoef je er echt niet veel aan te doen. Doe dat maar een jaar lang. Twee keer tien minuten per dag. En eh, maak er wel tien kwaliteitsminuten van. Waarin je niet gestoord wil worden. Eh, en als je dat stukje dan in, in Genesis doet. Eh, dat je eh, misschien, daar bedenk ik nou wat ik kan doen. Is dat ik de leeswijze pak van de King James. En dat ik het ga doen met jullie. Jurk heeft ook zoiets gedaan. Hè, dat dagelijks zielenbrood. Want elke dag een, een Bijbeltekst. Dat ik er gewoon een zo'n serie van maak. Dat je op perry7.nl elke dag even zo klik kan doen. En dat je dan een uitzending hoort van misschien een kwartiertje of zo. Waarin ik één vers bespreek. Om jouw kennis te laten maken dat de Bijbel jouw vriendje is. Dingen waar de Bijbel heel strikt in is. Dat is dat je echt moet doen wat je belooft, bijvoorbeeld. Je mag niet zomaar wat beloven aan iemand. Je mag ook niet zomaar trouwen met iemand. Als je iemand trouw belooft. Ja, dan moet je je wel aan houden. Maar daar is toch niks mis mee. Een ja, scheiden van je partner. Dus je, je hebt iemand trouw beloofd. Dus je bent getrouwd. Je hebt iemand trouw beloofd, dus is die persoon zo ver gegaan te zeggen, nou oké, okay, als jij mij trouw bent, hè, nou, dan ben ik bereid om met jou seks te hebben. Dus, en met dat je die seks hebt, heb je dus de, de daad voltrokken. Hè, de huwelijkse daad, heet dat dan ook wel. Nou, dat mag je dus pas doen nadat dat hele trouwgebeuren al helemaal in kannen en kruiken is. Dus je mag niet zomaar seks hebben met iemand. Dat is nogal belachelijk. En dan moet hij die fase aan vooraf gaan van die trouw. Nou, dan heb je dat gehad en dan heb je, ben je met iemand getrouwd doordat je daar seks mee hebt gehad. En mag je dan nog van iemand scheiden als dat niet blijkt te kloppen? Ja, dat mag. Onder twee voorwaarden. Als, het, als de partner jou mishandelt, dan mag je zeggen: dit ho ja, dat hoef je niet te pikken. Dus als je partner is, je hebt iemand trouw beloofd, je hebt er seks mee gehad. en vervolgens gaat zo iemand jou mishandelen. Nou, dat hoef je niet te pikken volgens de Bijbel. Dan mag je ermee kappen. En die andere voorwaarde is dat die partner. die heeft, ja, heb je trouw aan beloofd, heb je seks mee gehad. en dan kom je erachter dat die seks heeft met andere personen ook nog. Dus die gaat vreemd. Nou, dat hoef je niet te pikken. En dan mag je natuurlijk beëindigen. Dus je mag wel degelijk scheiden van de Bijbel. Als het ene of het ander of allebei aan de orde is. Ja, maar van de Bijbel uh, de, heb je ook dat dingen met uh, dat homo's. Dat, is, uh, dat ligt niet zo lekker in de Bijbel. Ja, dat klopt. Punt. Dat is een ding. Maar in de Bijbel staat niet dat je homo's van Hoge Torens af moet donderen of zo helemaal me niet. In de Bijbel staat dat het... Uh, de Heer een gruwel is. Want wat God graag wil... is uh, kindjes. En uh, twee mannen... die kunnen met elkaar doen... van hier tot Tokio... maar er komen geen kinderen uit voort. En daar is seks niet voor bedoeld. Ja, er is het verhaal van... Onan... En dan ging als volgt dat Onan die had een broer, of een familielid, ik, ik weet het niet precies. Hè? Maar het verhaal gaat als volgt. Er was een familielid en die had een vrouw. En die man die ging dood. En die vrouw die wilde kinderen. Dus toen had God tegen Onan gezegd: van, Nou, hè, ga jij maar lekker met die vrouw van dat overleden familielid. Ga daar maar seks mee hebben. En geef mij kinderen. Toen heeft Onan zegt tegen God: Ja, je kan me rug op. En ik ga. Eh, eh, een man heeft natuurlijk zijn seksuele driften. Huh? En Onan die loste dat dan op door zichzelf. Eh, om, om te masturberen, om zich af te trekken. Aftrekken heet ook wel onaneren, om die, idee, om die reden. Dus Onan was gevraagd om een vrouw zwanger te maken en in plaats daarvan ging die rukken. Nou, dat, dat was niet naar de wil van God. Waarmee niet gezegd is dat je helemaal niet mag aftrekken volgens de Bijbel. Maar op het moment dat er dus een vrouw is die je zwanger kan maken en dat je wegloopt voor dat. En je seksuele driften dan maar losgaat in je rechterhand. Zodat je niet in de verleiding komt om die vrouw zwanger te maken. Dan ben je fout bezig. Want God wil kinderen. En wat we nu hebben. is dat in de westerse wereld. heb je één kind per vrouw. of 1,4 kind per vrouw. Helemaal vrijwillig dat is niet naar de wens van God. Absoluut niet. Pak je Bijbel er maar bij. En waarom zou je het ook willen? Wat heb je nou aan een, een Bijbel gelovende groep mensen die geen kinderen krijgt? Of onvoldoende kinderen krijgt om in stand te blijven qua aantal. Wat heb je daar nou aan? Allemaal die dingen geef ik je maar even mee om even die controversies uit de Bijbel te pakken. Maar dat valt dus wel mee. En ja, als Bijbelgelovende, ja, dan zal je, je gaat anders kijken naar mannen die de bijligging doen als man en vrouw. En je gaat het bezien als afwijkend. En daarmee bezie je het helemaal naar de waarheid, want het is afwijkend. Het is al lang bekend dat mannen die dat dus doen, dat, ja, er is wat met die mannen, punt. Er is wat mee aan de hand. Er is wat gebeurt in de jeugd of whatever. En nee, het is niet iets genetisch, nee, het zit tussen de oren. En dat kan een dermate, ja, noem het maar, vastgeroest tussen de oren zitten, dat je dat er niet uitkrijgt. Dus dan heb je van die mannen met afwijkend gedrag en ja, wat doe je ermee? Zij doen niet de wil van God. Maar dat geeft ons niet het recht om die mensen dan maar uh, uit te gaan lachen, na te gaan jouwen. Nee, waarom? Tuurlijk niet. Ja? Nou, ik geef het nog even tegen jullie ter overweging en heel erg gelukkig en blij en vrolijk zeg ik vanuit een Arnhem met een heerlijk temperatuurtje. Tjus en dag liefwaarts.